8 jaar cel en TBS voor Wassenaars jonkheer. Paarden door virus niet meer welkom in de duinen. En O.O. Den Haag, dat liedje, is aan vernieuwing toe. Dit is het TV West Nieuws van vrijdag 9 maart. Dag dames en heren. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel plus TBS met dwangverpleging geëist tegen jonkheer Jan de L. Hij zou in het paasweekend 2 jaar geleden zijn vrouw hebben gewurgd. Jan de L. heeft de moord eerder bekend, maar later die bekentenis ingetrokken. Volgens het Pieter Baan Centrum zou hij aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijden en aan achtervolgingswaanzin. Dat zou uiteindelijk tot de moord op zijn vrouw hebben geleid. Hij dacht dat ze in een complot tegen hem zat. Nog 2 dagen en dan gaat het gebeuren. De CPC-loop in Den Haag. De voorbereidingen zijn in volle gang en de verwachtingen van de wedstrijdlopers zijn hoog gespannen. Overal wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de loop, zoals hier op het Malieveld. De tenten en de podia voor de start en finish worden op hun plek gezet. En ondertussen bereiden de wedstrijdlopers zich ergens anders in Den Haag voor op de halve marathon. Jonathan Mayo, de Keniaan met start nummer 1, verwacht dat er zondag wel eens een hele snelle tijd op de borden kan komen. Sneller dan zijn persoonlijke record van 59 minuten en 8 seconden. Yes, I hope to run more faster than on 59.08, so it's a big change really, which I'm really hoping for. Yeah. Is it possible, do you think? Yeah, it is possible to run to break that my PP and also try my best to run sub 59. Stiekem wordt zelfs gedacht aan het verbreken van dat wereldrecord. Dat staat nu op 58 minuut 23. De weersverwachting ziet er goed uit, dus It might be possible to break, so we will try our best. Of het record verbroken wordt, dat is zondag live te volgen via radio en TV West. Dunea sluit per direct haar duingebieden voor paarden. Met deze maatregel willen ze voorkomen dat het rhinovirus voet aan de grond krijgt in de duinen. Het virus veroorzaakt momenteel voor veel onrust in paardenland, omdat het in zijn ergste vorm tot onherstelbare schade bij paarden kan leiden. Alle ruiterpaden, onder meer in duingebied Zonneveld en Monster, zijn vanaf nu niet meer toegankelijk voor paarden. Dit weekend wordt het prachtig zonnig weer. En wat is er als ruiter leuker dan heerlijk een strandrit te maken en door de duinen te crossen. Maar dat zit er hier voorlopig niet in. En dat komt door deze paarden. Want deze Noorse fjordenpaarden lopen door een groot deel van duingebied Zonneveld. Waar normaal gesproken ook ruiter en paard welkom zijn. Maar nu dus even niet. Rhinovirus is erg besmettelijk. Recreatieve ruiters bezoeken toch ons mooie duingebied. En mocht daar besmet paard tussen zitten en die krijgt toch heel close contact met onze paarden, dan is de kans dat onze paarden ziek worden heel sterk aanwezig. En dat willen wij heel graag voorkomen. En dus worden de ruiterpaden in de duinen afgesloten. Waar het fysiek mogelijk is, sluiten we het met een kettingje af of met een lint af. We zetten daar een informatiebordje bij dat het tijdelijk gesloten is. Want ja, besmetting kunnen wij echt niet gebruiken. De maatregel wordt bij maneges aan de kust met begrip ontvangen. Iedere maatregel die we kunnen nemen om uitbreiding van virussen en dergelijke te kunnen voorkomen, die moeten we natuurlijk serieus nemen. Het is wel jammer dat precies een weekend waarin mooi weer wordt voorspeld, dat je dan net niet als ruiterliefhebber of als paardenliefhebber ook echt precies van dat stukje strand, precies bij ons voor de deur, net geen gebruik kan maken. En de vraag is of Dunea er niet een beetje laat mee komt, aangezien de 2 bewezen besmettingen met het rhinovirus minimaal 2 weken oud zijn. En met een incubatietijd van 14 dagen kom je nu na 3 weken met een verbod op het duingebied wel een beetje als mosterd na de maaltijd. Hoe lang de duinen afgesloten blijven voor paarden is afwachten. Ik heb begrepen dat het rhinovirus momenteel op zijn retour is. En als het enigszins kan, dan stellen wij duin weer open voor de recreatieve ruiter. Want dat is een graag geziene gast bij ons in het terrein. Straks een grote held, eindelijk geëerd in Leiden. Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist tegen Henk W. Die wordt verdacht van de moord op het vriendje van zijn kleindochter. De 65-jarige man zou op tweede paasdag vorig jaar de 24-jarige Rotterdammer op het Stuyvesantplein in Den Haag hebben neergeschoten en achtergelaten. Kort daarna overleed hij.
Het is onduidelijk of automobilisten vanaf september nog steeds 80 km per uur moeten rijden op de A12 bij Voorburg. Een brief van minister Schult van Hagen over de verhoging van de maximumsnelheden zaait verwarring. Ze zegt daarin dat op 45% van de wegen vanaf september 130 km per uur is toegestaan, maar ze noemt geen voorbeelden. Het renovatiewerk aan de daken van huizen in de Ambonwijk in Moordrecht gaat over 2 weken verder. De werkzaamheden werden eind vorig jaar stilgelegd toen een bewoner een vleermuis in de dakgoot had gezien. Het ministerie van Landbouw zegt nu na onderzoek dat de daken niet geschikt zijn als winterverblijf voor vleermuizen. Het eeuwenoude nummer OO Den Haag is toe aan vernieuwing. Althans, dat vindt bureau Discriminatiezaken. Want de stad is door de jaren heen zo veranderd. Misschien moet Haringkiehapje wel worden veranderd in een kapsalon in Jemel. OO Den Haag, mooie stad achter de duinen. De lange poten. Het Leidseplein. Sorry. Nou, dat leg in 020. Het Leidseplein. Het Schilderswerk. De lange poten. En het plein. Het Haagse volkslied OO Den Haag moet in een nieuw jasje worden gestoken. De tekst is achterhaald. Maar er zijn genoeg ideeën waar de nieuwe coupletten over moeten gaan. De Haagse titel, nieuw Babylon. Want de Hanstedrail, de tunnel, de bezuinigingen van Haaglanden die openbaar vervoer zal en daar komt eruit. Maar zo blijft er niet veel van het nummer over, hè? Nee, maar ja, het blijft wel leuk nummer. Bureau Discriminatiezaken doet daarom een oproep. Schrijf een vernieuwend couplet over Den Haag. En dat hebben we gedaan, samen met de Regas. Nee, wacht even, ik heb een leuk. Lekker kankeren, een partij op de tegenpartij gaan, over de tegenpartij gaan zeiken. Zoiets, weet je? Ja, de Haag blijft altijd nummer 1. Daar kan je geen mens iets aan doen. Oh, de Haag, mooie stad achter de duinen. Maar ook ADO-zanger Sean Medley heeft misschien wel een hit geschreven. Lekker kankeren, een partij op de tegenpartij en dan gaan zeiken. Ja, alles zeiken. Maar onze club en onze spelers laten ons toch never nooit alleen. En met z'n allen, kom. Op straat hadden sommige mensen ook wel wat inspiratie voor een nieuw nummer. Ik ben blij dat ik nu niet meer zoals vroeger geen Turks broodje zou kunnen kopen. Want ik geniet nog erg met de mensen, alle kleuren die ik zie zo om mij heen. Ook mijn kinderen leren nu hoe de wereld in elkaar zit. Niet meer zo klein en begrensd als vroeger, maar gewoon multicultu, anonu. Nou, ik vind hem leuk. Ja, ik vind eigenlijk dat Omroep West ook wel hoort in een nummer over OO Den Haag. Maar goed, dat is mijn mening. Gaan we van Den Haag naar Leiden, want een van de grootste helden van onze regio heeft eindelijk een gedenkplaats. De onthulling was vanmiddag in de Leidse studentensociëteit Minerva. Ernst was zeer levenslustig, zeer vitaal. Zeer energiek en bovendien intelligent. Had een grote vrijheidsdrang. Na 70 jaar is Marien de Jonge nog steeds trots op zijn broer. De jongens groeiden samen op en studeerden in Leiden. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werden ze allebei Engelandvaarders. Zij kregen opdracht mee om een inlichtingorganisatie op te zetten. Om zowel politieke, maar vooral militaire inlichtingen over het Duitse leger door te geven aan Engeland. Hij is dus aan wal gezet door zijn vroegere studiegenoot Erik Havels Roesema. En op het laatste moment met een klein roeibootje aan wal gebracht. Verraden en omgebracht werd Ernst hier in Nederland. Ergens in 1944, maar Marien weet niet waar en hoe precies. Daar kom je eigenlijk nooit helemaal overheen. Daarom onthult de 100-jarige vanmiddag een gedenksteen in de Leidse studentenvereniging Minerva. Eindelijk een plek waar Marien de Jonge zijn broer Ernst kan opzoeken. Ik heb hem altijd gemist, ja. Wij waren echt heel erg vertrouwd met elkaar. Met hem kon ik natuurlijk alles bepraten. Je voelde je begreep elkaar zo goed.
Helaas kan niet iedereen zomaar langsgaan. En dan gaan we tot slot nog naar het weer van Mediaconsult vandaag. Eerst was er wat zon, maar later raakte het steeds meer bewolkt. En op sommige plekken viel zelfs wat regen. De komende nacht blijft het bewolkt met miserregen. Het wordt niet kouder dan 1 graad of 7. En morgen bewolkt en wat regen. In de middag klaart het op en wordt het weer droog. En de wind komt morgen uit het westen. Het wordt dan zo'n 10 graden. En dit was het TV West nieuws voor vandaag. Meer nieuws is uiteraard te vinden op onze website en bij de collega's van 89.3 Radio West. En zometeen, dan kunt u weer kijken naar Studio ADO. Erik Kooijman heeft daarin ADO-kenner Martin van Vianen te gast en ook ADO-directeur Kees Driebergen schuift aan. Veel kijkplezier dus. En wij zijn er maandagochtend vanaf 7 uur weer met het TV West ochtendnieuws. Graag tot dan. Nog een fijne avond en een heel mooi weekend.